Polly is de geitjes eten aan het geven. Hier? Hier! Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vrijdag en... Vrijdag! We zijn in de wijk. We gaan een koffietje drinken. We hebben net een meet and greet gedaan. Ja. Oh my god, ik kan het niet geloven. Ik ben letterlijk in de spelonken van de Bijenkorf terechtgekomen. Dit is echt bizar. Let op. Wauw. Dus we zitten nu in het torentje bovenop de Bijenkorf. En dit is ook een beetje gek. Het is 4 mei. Het is meteen een herdenking op de Dam. Dit is zo bizar. Architects gevraagd om deze ruimte in te delen. En omdat het een historische plek is, mag er niks veranderd worden aan het exterieur. Ja. Dus je ziet ook dat dit er eigenlijk als een kas is ingebouwd. Ja. Dus het staat los van dit. En hier kunnen dus kunstenaars werken als residentie. En laten wij het werk zien in etalages of tasjes of andere manieren. Wij zijn bij de Bijenkorf met Victor, our superstar PR. Gaan we eventjes een broodje eten. Kijk hoe lekker dit eruit ziet. Heb je dit wel eens gehad? Dit ziet er heel lekker uit. Nee, maar deze brownie is echt... Ja, daar heb ik er al best wel veel van op. Oké, ik had mijn camera achterin zitten, maar wij zijn van Amsterdam naar... Hoe heet het hier, Charlie? Walsterswaag? Nee, Walstermolen. Walstermolen, almost daar gereden. En we zitten bij Doosje. We zitten bij Doosje. Whatever that may mean. En het is echt super mooi. We gaan hier het weekend slapen met familieweekend met Sander's familie. Dus I'm kinda excited. I'm going to be a farmer girl. Ze hebben hier schapen en kippen en koeien. En ze gaan schapen voeren of melken. Of melk je schapen niet. Sander, morgen gaan we toch de schapen melken? Ja, sowieso. Crazy, crazy, crazy woman. Good morning. Ik ben net wakker. Op de boerderij. En alle kinderen zijn al wakker. Ik zie er echt uit als een monster van Loch Ness. Ik heb geslapen met mijn make-up op. En ik heb echt overal slaapstrepen. Zeg ik dat goed? Ik heb het verkeerd. Dus ja, we gaan naar alle dieren toe. En Olly is net naar het ontbijt gegaan met Sander. Het is hier zo koud. Tenminste, ik ben gewoon een stadskind en wij slapen gewoon met de verwarming heel hoog aan. En hier zat de verwarming aan. Dus ik moet even een kopje koffie drinken. Oh my god. Where am I? Kijk als ik de camera uitloop wat ik zie. Hi kinders. Hi. 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 Nou, hier is een zadel, Biebs. Kun je ook nog even paardrijden zo? Ja, echt hè? Hier is een zadel, kun je ook nog even paardrijden? Ik ga ook paardrijden. Nee, dat is mijn paard. Dat is mijn paard. Nee. Ga je lekker op zadel zitten? Ja. Zo, ga maar. Zo, ga maar galop. Hoppakee. Oké. Voorzichtig. Gaan we zo de dieren voeren? Ja. Gaan we nog schapen melken? Denk ik niet. Het is wel heel mooi hier, hè? We mogen zo het weiland in. Echt? Oh my god. Het is om 9 uur, maar ik weet niet hoe laat het is. Het is 9:15 volgens mij. Het is wel echt heel mooi hier, Charlie. Mm-hmm. Kijk nou. Ik heb dat nog nooit gezien. Ik kom uit de stad, schat. Ik ook. Ja, jij ook? Niet uit een grote stad. Niet uit een grote stad. Nee. Wauw. Echt heel mooi is het hier, zeg. Goedemorgen, Sander. Goedemorgen. Je neemt je farmer life erg serieus met je hoed op. Nou, dit is op zich een Panama hoed. Dus het is heel... Maar, ik dacht... Doe's. I'm gonna stay on brand. Ja, yeah, on brand. We gaan Olivier staat bij de schapen met de andere kinderen. Oh nee, ze gaan die kant op.
Of de andere, oh nee, wij mogen hier niet, het is privé. Oh echt? Ja. Maar hoe kom je dan bij de schapen? Borgkippen. Ik zorg alleen maar voor eten. Ik heb zin in. Tak. Dat stikt het, hè? Straks is het over, hoor. We gaan de hele stal schoonmaken. We gaan hem helemaal schoonmaken. Polly is de geitjes eten aan het geven. Hier. Doe haar handje open. Goed zo, Olivia. Doe maar meer geven. Oh, oh, doortje niet vallen, hè? Goed zo, Olivia. Oh, weer hier. Nog meer hier. Oh, zo lief. Nog een beetje? Olivia is zo'n dierenvriend. Die is zo lief. Nee, Olivia. Wat is daar? Ze pakt het nu ook zelf, hè, het gras. Hier. Het haar van Olly. We moeten echt een staart in gaan doen. Wij zijn in de auto. En we gaan een wandeling maken met de fams. Hoe heet het hier? De Batterij. Heet dit dorp De Batterij en dat huis heet De Batterij? Oh ja. Ja, weet ik niet, joh. Wafstermolen of zo? Nee, dat niet. Dat is waar we zitten in de boerderij. Wij zijn een kabouterwandeling aan het doen in het bos. En we hebben het volgende punt gevonden, Olivia. Onze bij. We kunnen er niet bij, hè? Is de kleding van de kabouter. Ja, anders hebben ze het koud, hè? Een muts op. Ja, ze moet ook een muts op. Good morning. Ik had mijn vlogcamera gisteren in de auto laten liggen. We zitten nu in de auto. With the families. En Olly slaapt. En het familieweekend is weer over. Dus wij gaan naar mijn broer die in Groningen woont. En zijn kinderen. Want daar zijn we vlakbij. Die woont in Engelenbert. En dan gaan we daar lekker de hele dag chillen in de tuin. En dan vanavond gaan we weer naar Amsterdam. And then the real life is gonna start again. Not for me. But not for you. Hebben we nog goals? Deze week? Ja, nee, überhaupt. In life? Ja. Turn right. Turn right. Een van mijn goals is dat ik morgen een nieuwe vlogcamera ga kopen. Aangezien deze kapot is. Ja. Alweer. En misschien kan je er dan een touwtje aan om je nek. Ja, dat is misschien wel een goede idee. Turn right. Then turn right on Winsumer Wag. Wat heb jij nog een goal? Kan je dat? Ja, ik wil afvallen. Ja, ik ook. I mean, honestly. Dat is wel fantastisch hoe jij elke omgeving van mij omdraait. Persoonlijk. Nee, ik moet echt afvallen. Dus dat ga je doen vanaf maandag? Ja, was weer mooi geweest, was leuk. Baby, hoor je dat? Wie heeft dan tape? He's gonna go on a diet. Ja, ik hou iedereen maar even op de hoogte hoe het gaat. Toch? Oké, ik heb ook wel zin in een sapje of zo. Misschien zullen we kijken of we anders in Groningen kunnen lunchen. Ja. Ja, sapje. Even sapje drinken. Jongens, hoe glorieus is het weer? Het weer is fantastisch. Echt een turn right on Lima Wag. Then turn right on Fort Weaver Wag. Oké. Maar misschien nog één dagje dan als smakelijk. Ik heb echt zin in de sap. Nee, ik heb echt. Maar gewoon in een melk. Maar mijn huid is zo lelijk op het moment. Heb je dat gezien? Ja.
Ja, maar het is wel vaak zo. Je hebt het vrijdagavond met make-up op kunnen slapen en oh, ja. Dan kan je wel slapen. Ja, het is zo lelijk. Ik moet echt een facial ding vinden in Amsterdam. Maar goed, familieweekend was echt leuk. Het was echt leuk om op boerderij te slapen. Heel tof. En ja, zo leuk. We hadden echt de bruidssuite. Hint, hint. We hadden de bruidssuite, hint voor je familie. En what else? Ja, dit logement heet Doosje. In case you're interested. Ja, echt waar. Kan echt families, vrienden. Het is echt leuk. Super tof. Er kunnen heel veel mensen in. En je, er zaten twee uilen in het. Voor kinderen zo leuk. Ik had ook tegen Mo gezegd dat ze met Mason en Mo haar baby en Mo en Lars haar baby met z'n allen een keer moeten gaan. Ja, het is over gewoon alle baby's van die we kennen. Alle baby's. Baby Lou. Ja, ik bedoel, Mason heeft er ook wel echt wat aan. Ja, klopt. En die kan er met Ollie gewoon helemaal tijd geit. Die vinden dat helemaal geweldig. Ja, nee, maar ik bedoel, alleen al voor de frisse lucht is het waard. Ja. Nee, het is echt heel leuk. Groningen, daar gaat niks boven. Dat is een beetje lullig om te zeggen, maar het was wel echt, echt heel chill. En die zonsondergangen, die waren zo mooi. Oh my god. Niet normaal. Ja, ik ga nu vanavond een foto uploaden van een zonsondergang. Ja, Bibi heeft er ook eentje. Die zet ik, als zij ga je die ook uploaden? Nou, maar Bibi heeft een geheim profiel, dus dat kunnen ze niet zien. Nou, als zij hem op haar Instagram uploadt, dan zet ik hem wel op mijn Insta story. Oh ja, dan kunnen jullie kijken bij het zonder kleine buurt. Let's drive. We zijn weer thuis in het rommelhuis in Amsterdam en ik heb de trap afgelopen. Opgelopen. Hoi Sander. Hey. Hallo Lubanski. Hallo Rotzooi. Hallo Rotzooi. Ik kom thuis. En oh, deze weer uithalen. Ik zie overal. Ik vond het zo leuk, dit meet and greet met Tommy Hilfiger. In de Bijenkorf waren zoveel leuke meiden gekomen. Ik hoop echt dat jullie volgende keer allemaal weer komen. Ik had deze lolly gehad. Super grappig. Een lolly voor Ollie. Ik had ook nog een ander cadeautje gekregen. En een lief briefje, kaartje, chocola, allemaal lieve dingen. En die ga ik even... De Milka, die heb ik hier. Wil je die? Wat voor chocolade? Milka met Oreo. Nee. Milka. Wat zeg je? Oké, okay. Well, we can totally share it. If you want. Yeah. Wat een rotzooi heeft een mens toch, hè jongens? De rotzooi heeft een mens. Ongelooflijk. Ja. Ik had net een foto geüpload van dit weekend. Echt, ik ga helemaal stuk. Iedereen gaat natuurlijk allemaal comments achterlaten dat alles gefotoshopt is. Ik had een foto geüpload. Ik zal hem hier even ergens erin vallen. Dan weten jullie waar ik het over heb. En iedereen denkt dan dat ik lieg en zo. En dat ik alles gefotoshopt heb en zo. En iedereen laat allemaal haatcomments onderachter. Echt honderden. Dat ik denk, waarom volg je me überhaupt? Je haat gaat achterlaten. Maar jullie weten dat er echt schapen waren. Mensen zeiden dat er allemaal geen schapen waren. Maar ik heb het allemaal gevlogd. En ja. Daar moet ik een beetje om lachen. En mensen nemen altijd alles serieus. Mensen denken dat ik serieus mijn bikini in het weiland ga liggen. Hoe koud! Good morning. Ik ben met Wiepsje. Onze camera is half kapot. Zo. I don't know. Ik ben met Bibi. We zijn net naar het park geweest. We hebben gezwommen. Met was echt super leuk. En nu gaan we naar huis. Want Ollie gaat haar middagdutje doen. En het is maandag. En dan ga ik even werken. En jij wat ik ga doen? Netflixen. Bibi heeft vakantie. Moet je nog leren of helemaal niet? Ja, ik heb niet echt iets. Oh, chill.
Nou, dat is mooi toch? Ik ga even lekker een uurtje Netflix pauze. Ja, en Sander is aan het werk thuis. Oké, wij zijn weer thuis en Sander is boven al de hele ochtend Bibi aan het leren produceren. Echt super grappig. Dus ik weet niet wat ze allemaal doen, maar ze zijn al uren ermee bezig. Nou, kijk eens, ik heb Sander en Bibi hier gevonden. 120. Die zijn aan het produceren samen. Bibi is like literally helping me produce this. Bibi is becoming a DJ. Ja, maar het is wel tof, want ik heb helemaal uit kunnen leggen hoe je zeg maar als DJ de ene plaat gebruikt als een soort van launching platform. Voor de platform. Volgende. Nee, ja, ik weet niet of ik dat in het Nederlands moet zeggen. Ik snap wat je bedoelt, dat is heel duidelijk. Je zet de ene plaat in om zeg maar de energie van de ander te pakken. Voeren. Ja. En dan zeg maar in zo'n journey is dat toch. En Bibi heeft dat nu echt gevoeld. Ik zat echt toen ik het uitlegde, we waren op zoek naar een van deze platen die klopte helemaal niet qua puzzelstukje ertussen. Dus het voelde een soort van ongemakkelijk. Dus heel dat op zoek. Hoeveel platen hebben we geluisterd? 100 of even, een paar honderd platen. Toen uiteindelijk hadden we eentje gevonden. En toen voelden ze ook echt van, oh ja, dit klopt echt. Het is echt zeg maar, weet je wel. Dat was echt tof om te zien. Dat zei echt zo van, oh man, dit is echt cool. Toen zei ze, voor het eerst van mijn leven, ja, misschien ga ik dat wel eens luisteren als ik huiswerk van maak. Nou, hey. It's a miracle. Mission miracle. Accomplished. Guys, ja. Ik ga een acai bowl bestellen. Oh, lekker. Wil je ook een acai bowl? Ja, die ene met die jij al besteld, die wil ik eet iedereen. Zo lekker. Jongen, en ik ben echt geen health freak. Weet dat. Weet je hoe lekker een acai bowl is? Maar je bedoelt dat met die zalm, toch? Of met die tonijn? Nee, maar dat is van dezelfde tent. Dus dat kan ik ook bestellen. Die wil ik. Sorry, die en ik neem ook een sapje. Wil iemand anders een sapje? Ja. Zou alleen leuk zijn als die aankomt. Welke wil je dan? Die met aardbeien. Maar dus, jij? Dus Bibi Sapje? Is op, zeg maar, op een soort internship. Dus summer holiday internship. We gaan vanavond met z'n drie op date. Spring. Dat doen we bijna nooit. Zo leuk, heb je daar zin in? Ja. Dat kunnen we vloggen. Great. We kunnen de date vloggen. Leuk. Een date met drie man. Oké, wij gaan naar boven. Over date gesproken met drie man. Heeft iemand de serie Love gezien op Netflix? En question. Ik vond dat zo stom. Dat was ook niet leuk. Sander ging gisteren Love kijken. Huh? Ik zeg, Sander ging gisteren Love kijken. Oké, ik bestel dat eten even. Ja. En ik ga verder met mijn washes. Als je iets ziet wat je denkt, oh, dat is een BBF, heel lekker, bestel maar. En ik wil die ene die jij had besteld. Dat tonijn meldt. Nee. Tonijn meldt. Een acai bowl. Nee, die andere. Pokeball. Nee, maar we gaan niet Pokeball bestellen. Jawel. Nee, we gaan bij een andere tent bestellen. Nee, ik wil die Pokeball. Nee, dat is nog niet open, San. Dat is voor avondeten. En we gaan vanavond sushi eten. Hoe heet die tent? Ga opruimen. Pokeball. Pokeball, letterlijk. Oké, let's clean this mess. Trouwens echt super veel kleding bij Zara weer besteld. Maar onder dit pak. Het was in totaal €16. Dus dat is wel chill. En het is echt zo van dat chille spul. Maar ja, ik heb het even aangedaan. I don't know. Ik heb me een soort van opgemaakt. Het is echt bloedheet hier. En we're going out to dinner. Maar elke keer als ik mijn haar doe, haat ik mijn haar. Het ligt ook aan mij, maar ik denk dat ik de onderkant even ga laten uitdunnen. Want daar ligt het denk ik ook aan. Hi sister. Don't say that. I'm your sister. Who's your favorite sister? Lily. And after that? Lola's Fia. And after that? Mo gaat zo boos worden. Die denkt echt, waarom kom ik zo laat in deze pikorde terecht? But it's me, right? We gaan sushi eten. Ik haat mijn haar. Vind je mijn haar mooi? Ja. Iedereen wordt moe over het gezeur van mijn haar. Ja, ik vind het wel leuk. Kijk, ik zit lekker met mijn schatten te eten. Hoe voelt het om met z'n drieën op date night te zijn? Jullie vinden het volgens mij echt niet leuk. Ja, ik het is raar. Vroeger waren we altijd met z'n drieën. Dat kan je het niet meer voorstellen. Dit was het. Dat is ook wel leuk. Dat was toch ook
ook leuk. Nee, bedoel, was het goed? Ja, oké, okay, maar... Je zegt echt op zo'n manier, want dat was echt leuk. Dat was nee, leuk. Ook wel leuk. Okay. Ik moet gewoon, ik ben gewoon terug aan een bijzondere tijd. Dus jij die patroonpeppers? Ja. Doet je dat aan, ik wou het zeggen, is echt Ibiza, hoe heet het ook weer? Bij Calacarbo, dat eentje San Vicente. Ja, patroonpeppers. We zijn naar Kay gegaan, gezellig na het eten. Kleine Lua slaapt. Wij zitten in de auto van Lua naar huis. Ik hoop dat je ons kan zien. Oh, kijk. Het was zo leuk om Lua te zien hier. En het is alleen heel laat al. Het is al 12 uur geweest, ja. Maar we gaan lekker naar huis slapen. En ik ga de vlog voor deze week afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie een leuke week, een fijne meivakantie hebben. En ik zie jullie...